Kokosolie en cholesterol. Afgelopen tijd heb ik veel onderzoek gedaan naar kokosolie. Ik kwam tot de conclusie dat het goed helpt voor verschillende aandoeningen. Maar is kokosolie ook geschikt voor als je hoge cholesterol hebt? In het begin werd gedacht dat kokosolie absoluut niet goed voor je is wanneer je te hoog cholesterol hebt. Dit komt omdat kokosolie vol zit met verzadigde vetten. En oorspronkelijk werd gedacht dat deze soorten vetten slecht voor je zijn. Maar zo simpel is het niet. De ongezonde verzadigde vetten, zoals het varkensvlees en andere dierlijke producten, zijn anders. Deze verzadigde vetten bevatten onder andere ook transvetten en dit is de reden waarom het je cholesterol kan verhogen. Echter, deze transvetten zijn niet aanwezig in kokosolie. Ik ben van mening dat de algemene richtlijnen wat betreft voeding verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Veel mensen denken dat per definitie alle verzadigde vetten slecht voor je zijn. Verzadigde vetten vervullen ook zeker een belangrijke rol voor je gezondheid en ze moeten ook niet voor 100% vermeden worden. Je moet alleen weten welke verzadigde vetten goed voor je zijn. Er bestaan korte, midden en lange vetketens en worden geclassificeerd aan de hand van de hoeveelheid moleculen. Het verschil zit in de snelheid dat het wordt opgenomen door het lichaam. Het probleem ligt vooral in de transvetten die voor oxidatie in de aderen kunnen zorgen. Deze transvetten tref je aan in de meeste producten gebakken met plantaardige olie. Kokosolie is zeker niet zo slecht als oorspronkelijk werd gedacht. Maar het is te vroeg om olijfolie te vervangen met kokosolie. Dit komt omdat kokosolie toch voor ongeveer 85% uit verzadigde vetten bestaat. Zeker niet alle vetten kun je over één kam scheren. Maar verzadigde vetten verhogen wel de cholesterolwaarde in het bloed. Voor meer informatie over kokosolie en cholesterol, lees het gehele artikel door op de blog.